Welkom bij Vogels leren kijken met Paul Sager nummer 30. Dit weekend ben ik in Twente, in de buurt van de Lutte. En achter mij zie je het prachtige riviertje de Dinkel. Dus laten we eens gaan kijken wat de Twentse vogels voor moois in petto hebben. Kom mee. Hier zie je een juveniele of jonge witte kwikstaart op een dak van een schuur ergens in het Twentse landschap zitten. In vlog 14 zagen we hem ook, dat was een volwassen exemplaar. Juvenielen die zijn weinig contrastrijk getekend met zachte tinten van grijs, beige en crème en hebben nog niet een duidelijke kopmarkering. Hier komt een nummertje 2 eraan. Nou, erg leuk om te zien. Het is waarschijnlijk de tweede leg, want we zitten al in juli. Hier is dan nog de volwassen witte kwikstaart, waarschijnlijk een mannetje. Zo te zien aan het scherpe contrast van het zwart en het wit en de doorlopende zwarte koptekening. Ja, deze prachtige gekleurde vogel met die sierlijke lange staart en die kleuren grijs en wit en helder geel is de grote gele kwikstaart. Dat is de derde in het rijtje. We zagen net de witte kwikstaart en in vlog 17 en 27 zagen we de gele kwikstaart. De grote gele kwikstaart is veruit de minst algemene, met maar een paar honderd broedpaartjes tegenover vele tienduizenden van de gele en de witte. En hij is gebonden aan heldere beekjes en riviertjes in het oosten en zuiden van het land. Het liefst met begroeiing en met oevertjes, zoals hier. En daar kun je hem vinden. En hij broedt, in tegenstelling tot de andere kwikstaarten, in holen in de oevers. Dus het is echt een kwikstaart met een heel ander gedrag en voorkomen dan de witte en de gele kwikstaart. Dit is een vrouwtje. De mannetjes die hebben doorlopend geel over de hele buik. Met name de anaalstreek of het kontje is echt donkergeel. En de zwarte bef is ook niet helemaal gitzwart. Is maar meer een beetje gespikkeld grijs antraciet zwart. Hij heeft nog niet een hele duidelijke witte oogstreep. Dat krijgt hij later wel. Dus het zou ook wel nog een juveniel kunnen zijn van dit jaar. Ook de grote gele kwikstaart jaagt op insecten. En dat doet hij de hele tijd vanaf zo'n tak. Dan vliegt hij laag over het water een insect achterna. En die vangt hij en eet hij op. Deze is ook de hele tijd heen en weer aan het vliegen. Maar dat is eigenlijk niet te filmen. Daar is hij veel te snel voor. Hij is dan wel heel schaars, maar het is toch niet zo heel erg moeilijk om hem te vinden. Want hij is zoals gezegd echt gebonden aan beekjes en riviertjes. Zoals hier de Dinkel en de Regge en de A en de Gulp en de Gul in Limburg en de Dommel in Brabant. En als je daar gaat kijken, dan heb je een grote kans dat je ze vindt. Hier een prachtige majestueuze ooievaar. Denk ik naar zijn nest terug aan het zweven en vliegen is. Het is werkelijk een enorme vogel. We zagen hem al eerder in het vroege voorjaar in Haarlem. Maar hier in Twente komen ze veel meer voor dan bij mij in de buurt in Haarlem. Het zit hier werkelijk op elke boerderij zit wel een ooievaar. Nou, hier zitten ze dus met z'n tweetjes op zo'n typisch ooievaarplatform. Ah, magnifiek hè, dat klepperen. Dat doen ze vaak als ze elkaar weer begroeten op het nest. Waarschijnlijk een soort versterker van een paarband. En dan gaan ze ook in choreografie allemaal bewegingen lopen doen. Gooien ze hun kop in de nek en schitterend geluid is dat. Dat is het enige geluid dat ooievaars maken. Ze hebben niet een eigen stem, althans die heeft volgens mij nog nooit iemand gehoord. Dit zijn twee gouden klauwieren, links een vrouwtje en rechts een jong. Dat kun je zien vanwege die gele opengesperde bek, die wacht op voedsel, dat hij nu niet krijgt trouwens. Helaas zit het mannetje hier niet bij in de buurt, en die is het meest kenmerkend, maar we zien hem nu, dus we gaan hem ook filmen. De
grauwe klauwier is een zangvogel. Is redelijk groot, iets kleiner dan een spreeuw. Met prachtige tinten, roestbruin en beige en grijs en zwart. En een lange staart. Het mannetje ziet er heel anders uit. Die heeft een warm roestbruine rug met een grijze kop en een lichtroze buik en borst. Met een zwart boevenmasker. Het is toch wel goed dat je dat weet, mocht je die zelf een keer tegenkomen. Dat gemarmerde patroon van golfjes op zijn lichte borst en buik, dat is kenmerkend voor het vrouwtje en het jong. Grauwe klauwier is een hele schaarse broeder in Nederland, met een paar honderd paartjes, vooral in het oosten van het land, in kleinschalig landschap en heides. Het liefst waar doornstruiken in de buurt zijn, komen ook wel een paar paartjes voor in de duinen. Hij heeft zich ontwikkeld tot een soort roofvogel. Hij heeft ook een valkachtig snaveltje, wat je niet zo heel goed kunt zien hier. En hij jaagt ook op reptielen als hagedisjes en muizen en zelfs vogeltjes. En als hij genoeg eten heeft, dan spiest hij ze aan een doornstruik als een soort voorraadkamer. Beetje luguber. Zo, dat was aflevering 30 van Vogels leren kijken met Paul Sager. Met die prachtige grote gele kwikstaart en die klepperende ooievaars en nog wat kleine grut. Dus nou, op naar volgende week. Dag!